Ik ben hier in New York om de laatste dagen door te brengen van 2017. Het is hier ijskoud, mijn oren vriezen van mijn hoofd af. Dat is geen leuke plek om een video op te nemen, maar ik wil het hebben over de hoogtepunten van 2017. Nou, er is wel wat gebeurd, maar het is natuurlijk gedomineerd door de cryptowereld. Ik ben al jarenlang, 5 jaar bezig met de blockchain-conferentie, de innovation-conferentie. En er waren een aantal dingen. Eén was dat iedereen ermee bezig is met die blockchain-technologie om dat te implementeren, maar dat de crypto-munten, dus de Bitcoin en de Ether en nog 2000 andere munten, ongelooflijk veel aan belangstelling hebben gewonnen. En daar zijn wat leuke video's van, bijvoorbeeld Mark van der Gijs, die had een goed interview op deze blockchain. Toen voorspelde hij belachelijk dat hij $10.000 zou worden aan het einde van het jaar. Hij was toen 2000 of zo, en dat is natuurlijk nog meer geworden. En tijdens de Crypto Investment Summit, waar we echt eens in kijken wat moet je nou doen om op een gegeven moment met zo'n munt om te gaan, hoe kun je erin investeren, toen hield hij ook weer een verhaal dat het $50.000 zou worden volgend jaar. Hij is het grootste optimist, maar hij is nu wel een aantal bedrijven naar de beurs aan het brengen in Canada. Hij is eigenlijk wel de grootste Nederlander in de cryptowereld die zeg maar interessant is om te volgen. Dus wat dat betreft is dat een goede om daar eens even naartoe te kijken, terug te kijken. Verder interviewde ik ook de CEO van Bitmain. Mijn leven heeft ook veel over mining gedaan. Dus ik heb 35 van die computers gekocht, die mining computers, en daar veel ervaring mee op gedaan. En ik kan je zeggen, het hangt wel heel erg af welk muntje je neemt, want de ene die verdienen heel goed, de andere niet. Wel is mij gewoon heel duidelijk geworden dat het ongelooflijk veel energie gebruikt, die Bitcoin munten. En daar moet echt wat aan gebeuren. Het moet gaan van proof of work naar proof of state. En ik hoop dat daar 2018 een hoop in gaat gebeuren. Dan heb ik ook heel veel van die crypto-miljonairs geïnterviewd. Michiel en Joël, die ook later in Pauw Nieuws en Quote en zo wat terechtkwamen. Dat zijn allemaal jongens die gewoon miljoenen hebben verdiend. En die eigenlijk een beetje weten hoe deze wereld werken. En die ook erg leuk waren om te zien hoe die zichzelf ontwikkelden. En daar heb ik ook veel van geleerd. ICO, de tweede applicatie naast gewoon digitaal geld, dat je gewoon als jong bedrijf geld ophaalt om op een gegeven moment de wereld te veranderen. Dat is ook erg populair geworden in 2017. En ik ga er in 2018 gaan we er ook 40 halen naar Amsterdam op de dag van de crypto om de ervaring op te doen wat voor bedrijven zijn er. Ik ben bij Solve.care langs geweest in Washington hier. En daar zit iemand die al 26 jaar ICT-systemen maakt in de healthcare sector. En die is bezig om met een blockchain een aantal oplossingen te gaan creëren in die sector. Om het meer transparant, efficiënt en ook veel beter samenwerking te veroorzaken in die wereld. Dus dat is echt een heel hartstikke interessante man. Wat me ook opviel is een ontzettende scheiding tussen de beleggerswereld en die cryptowereld. In de beleggersfair ging ik heen. Alle beleggers waren super geïnteresseerd om op een gegeven moment te beleggen in crypto. Maar alle fondsen die wouden daar niet aan. En je ziet ook de AFM en de Nederlandse Bank. En iedereen waarschuwt, jongens, het is helemaal niks. Het is gewoon een tulpenmanie, wat helemaal niet waar is. Want dit is echt gewoon een nieuwe vorm van geld die decentraal wordt neergezet. Ik vind dat toch gewoon echt dat daar veel te makkelijk over gedaan wordt. En ik roep nu ook op voor 2018 dat de professionele dienstverlening die in die financiële sector zit, dat die niet ook gaat richting de cryptowereld. Wij moeten gewoon die professionele dienstverlening daar hebben. Al was het maar om je private keys bij te houden, maar ook om evaluaties te doen, om rapporten te hebben, om makkelijk alles op te kunnen zetten, om te zorgen dat het kan schalen. Die financiële wereld die heeft veel te bieden voor de cryptowereld. En de cryptowereld heeft ook veel te bieden voor de financiële wereld. Gaan we ook op de dag van de crypto erg veel aandacht aan besteden om te proberen om daar bruggen te bouwen. Voor mij is 2017 ook het jaar waar ik begonnen ben met zelfsturing centraal te stellen. Ik heb een platform gestart, zelfsturing.it, met allerlei mensen die bezig zijn met het idee dat mensen, teams, organisaties veel meer zelfsturend worden. Dan was natuurlijk ook Tesla was weer goed aanwezig in 2017. Ik heb mijn eerste Model X verkocht. En 2 maanden later in maart kon ik de nieuwe Model X krijgen. Die had nieuwe autopilot 2.0. Nou, die bleek de eerste 7-8 maanden gewoon bijna niet te werken. Ik kwam met 60 kilometer, 70 kilometer op de snelweg. Alles wat Elon Musk beloofde dat hij helemaal zelf autonoom zou rijden, dat heeft nog wel 9 maanden geduurd voordat hij het ook een beetje deed, net zoals de vorige. Dus dat viel een beetje tegen. Maar toen hij weer met de nieuwe Roadster aankwam en de nieuwe Semi, de nieuwe truck, dus gaf hij toch wel weer wat innovatie. En natuurlijk ook de Model 3 die kwam, waarvan de eerste tienduizenden nu zeg maar hier in Amerika rondrijden. En we hopen ze in 2018 ook te krijgen. Een auto van €35.000.
die echt gewoon er mooi uitziet en goed gaat rijden. Daar gaat ook wel wat mee gebeuren. Maar goed, toch moeten we wel heel lang wachten op meneer Elon Musk totdat hij zijn beloftes waarmaakt. Maar goed, het is dan ook de moeite waard. Ik heb dan ook de eerste 40.000 kilometer met die auto gereden. Daar een mooie review mee gemaakt met een stel jongens en een drone. Hartstikke de moeite waard om naar te kijken. Verder ook een soort imitatie van Tesla, het Ripple Yacht. Een elektrische boot die een waanzinnige user interface heeft. Ook echt mooi om even te kijken, gemaakt in Nederland. Web Summit in Portugal, waar we met 40.000 mensen keken naar alle nieuwe vormen van techniek. En ook weer daar was de zelfsturende auto was weer ongelooflijk populair. En daar zagen we Google met zijn Waymo die honderden van dit soort zelfrijdende auto's in de steden in Amerika aan het uitproberen is. En die echt gewoon helemaal zelf rijden. Er zit nog wel iemand in, maar we gaan in 2018 daar een hele hoop van zien. Ook heb ik daar George geïnterviewd. En George heeft een open source autopilot gemaakt waarmee je met voor 1000 euro kun je jezelf eigen auto ombouwen tot een zelfsturende auto. En hij zegt, joh, ik maak gewoon de Android van de zelfsturende auto en Tesla is gewoon de Apple. In Nederland is er weinig gebeurd op EV in 2017. De plug-in hybrids zijn helemaal weggevallen. De nieuwe auto's waren er nog niet. Ik heb nog wel de nieuwe Opel Ampera gereviewd. Leuke auto, maar je kunt hem niet kopen. En eigenlijk in 2018 komen de eerste generatie van auto's. De ABB heeft een elektrische monitor gedaan waaruit bleek dat wel liefst 30% van de mensen wil gewoon zo'n EV-pest kopen als er aan de voorwaarden voldaan wordt. Maar dan werd dan ook weer gereageerd op een negatieve manier. Dat het journaal zei, ja, de Nederlanders zijn nog helemaal niet klaar voor een elektrische auto. Terwijl 30% het wil en 60% zegt als de voorwaarden ervoor geschapen wordt, doe ik gewoon mee. Kom op, een beetje positief. In 2018-19 gaan wij grootschalig in Nederland elektrisch rijden als die auto's er eenmaal komen. De rest lossen we gewoon op. Ja, wat was dan ook een heel populaire video dat ik werd aangehouden door de politie met autopilot. Ik heb een heel jaar lang gereden met autopilot en dat ding dat rijdt zo, ja, recht en betrouwbaar. En daar word je nooit van de weg gehaald, want iedereen, de politie kijkt altijd gewoon naar auto's die slingeren. Maar ik werd toch 2 keer achter elkaar gehouden, 2 dagen achter elkaar heb ik daar heb ik bezwaar tegen ingediend. En daar gaan we volgend jaar ook gewoon veel plezier mee beleven. Maar de meest populaire filmpjes waren toen ik op een gegeven moment mijn auto 1 kilometer te weinig range had. En ik denk, nou, ik haal het wel. Maar het was koud en ik haalde het dus niet. En toen kwam er iemand van de Model X groep, WhatsApp groep, die kwam mij gewoon helpen. Alleen ging de accu, de 12 volt accu er ook vandoor, moest toch weer de AWB bellen, die de volgende dag heeft weggesleept. En dat was dan 2 keer 40.000 views. Het is toch leuker als je praat over iets wat misgaat, dan iets wat goed gaat, elke dag. Ik vond Max Holthuizen ook heel leuk. Die had gewoon op zijn 18e jaar van school gegaan en die heeft gewoon zijn Tesla omgebouwd op waterstof. Nou, dat is de hele wereld omgegaan. En het is ook heel leuk waarin die Max praat over waarom hij niet op school wil zitten, wat hij niet interessant vindt, wat hij wel wil leren, niet wil leren, maar die bouwt dan wel in 3 maanden zo'n Tesla om, zodat hij dan 1000 kilometer kan rijden. Nou, alle respect, een erg leuke vent. En ik ging ook naar Duitsland met Innexis, met het Share and Ride programma, een blockchain applicatie waarmee alle laadpalen van Europa aan elkaar gebonden worden op Ethereum, zodat je overal met je appje kunt betalen en lekker kunt laden. Nou, dat is infrastructuur die we voor de toekomst nodig hebben. Toch nog wat leuke blockchain applicaties. En ik heb ook nog heel veel presentaties gegeven. Allerlei leuke bedrijven zoals Vitens, het waterbedrijf. Als je ziet wat daar allemaal gewoon gebeurt. En dat is toch gewoon hartstikke leuk. En ik heb ook hartstikke leuk samengewerkt met Squiffer. Een tool wat gemaakt wordt in Amsterdam. Waarmee je gewoon de hele zaal mee kunt krijgen. Met je mobiele telefoons. Kunnen stemmen, vragen stellen, opinies ventileren. En dat geeft gewoon een fantastische interactie. Voor mij was 2017 eigenlijk een topjaar. Het was zowel intellectueel heel interessant met het nieuwe geld. Wat eigenlijk gewoon nu naar de oppervlakte komt. En waar de rest van de wereld nu iets over gaat leren. Het is ook gewoon een goede voorbereiding voor de zelfsturende auto en de elektrische auto. Daar zag je ook gewoon veel progress in. Vooral in het buitenland, niet zozeer in Nederland dit jaar. Maar daar wacht ik wel op. Dat gaat echt veel worden. Met de VER zijn we gewoon heel goed bezig geweest. De Vereniging Elektrische Rijders. Heel veel nieuwe leden, heel veel belangstelling. En ja, Poonnieuws had ik ongeveer elke week over de vloer. Want die redactie daar die was zo enthousiast geworden over cryptocurrency.
Maar ik hoop volgend jaar dat we gewoon slagen gaan maken. We gaan de financiële wereld en de cryptowereld aan elkaar koppelen. Er komen nieuwe auto's die echt gewoon goed kunnen werken. Zowel qua zelfsturing als elektrisch. Die we in Nederland gewoon eens even goed gaan inzetten. We moeten de wereld veranderen, want die moet gewoon beter. Het is, je zou het niet zeggen nu in New York, het is hartstikke koud. Maar we moeten iets doen om die wereld beter te maken. En we moeten het ook efficiënter en effectiever maken. Nou, daar is de techniek is daar nuttig voor. Maar alleen als wij mensen het ook oppikken. Hey, ik vond het ook erg gezellig elke week om bij jullie te zijn. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van de filmpjes. Ik wens je een heel fijn 2018. En ik zie je volgend jaar.